Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, schenkt 100.000 SRD aan 13 sociale instellingen ter afsluiting van zijn jubileumjaar. Dit bedrag bestaat uit de opbrengsten van ruim 64.000 SRD van de Loyal and Win SMS-actie die vermeerderd is met een geste van het bedrijf. De Loyal and Win SMS-actie is in het kader van 35 jaar Telesuur gehouden en had als hoofdprijs een Kia Sportage. De 13 sociale instellingen die elk een bedrag van 7.500 SRD in ontvangst mochten nemen zijn Huize Koningskind, Samuel, Odoniti, Liliendaal, Gaitri in Nikeri, de Anikresh Stichting in de Ruimte, Stichting Matuku, Mariahoeve, Parel in Gods Oog en Kinderhuis Efran. Het merendeel van deze instellingen biedt opvang aan wezen, misbruikte en mishandelde kinderen en kinderen met een beperking. Het Blindencentrum en de Esther Stichting mogen ook rekenen op een geste van Telesuur. Als uiting van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid geeft Telesuur deze doelgroepen een steuntje in de rug.